Jan van Kampen, je bent van Doodlesoft. Ten eerste, wat doet Doodlesoft? Wij maken apps vooral. En we helpen start-ups opstarten met de technische kennis die we hebben ondertussen. Ja. Hey, waarom doe jij mee aan een hackathon als deze? Omdat het heel leuk is om met data te spelen van andere bedrijven waar je normaal geen toegang tot hebt. En het is gewoon leuk om in een weekend iets neer te zetten wat misschien na het weekend gewoon niet meer bestaat. Want het is gewoon het concept uitwerken is leuk. Ja. Hey, en je bent de hele week door de week al bezig met software, maar toch leuk genoeg om die zaterdag en zondag er ook nog bij te pakken. Ja, ja zeker. En is dat juist het leuke inderdaad omdat het ook een vrije opdracht is? Maakt dat hem extra leuk voor je? Ja, het is leuk omdat je niet aan een vast concept gebonden zit. Als we nu iets verzinnen, net bijvoorbeeld kwam USG kwam langs, de developers. En die gaven ons meer info over een API en die hebben we er ook nog in gestopt. Dus het is heel leuk om dingen toe te voegen. Ja, hey, jij doet vaker mee aan dit soort evenementen. Hoe doe je dat? Hoe bereid je je voor? Hoe kom jij hier aan de slag? Vaak lees je eerst de aankondiging van zo'n hackathon en dan zie je wat het thema is of welke datasets er zijn. En dan duurt het vaak nog wel 3-4 weken voordat je ineens een idee hebt. En ik vind het wel fijn om te beginnen aan zo'n hackathon met een idee ook. Want er zijn ook mensen die beginnen gewoon zonder iets, of zonder teamleden. Maar dan team verzamelen wat bij het idee past, uit verschillende disciplines. En welke disciplines heb je nu bij je? Iemand doet animaties, iemand doet design en iemand doet de implementatie van design. Ben jij daar, uniek in? Want heel vaak zijn het wel, als zie je ook gewoon clubjes, het zijn gewoon een paar developervrienden gaan bij elkaar zitten en inderdaad komen met de trein aan de slag. Maar dat jij zo voorbereid aan de slag komt, ben je daar... Ik weet het niet, maar het is gewoon leuk om met die discipline samen te werken. Want je hebt er veel meer aan. Ik kan bijvoorbeeld niet de animaties maken, maar het is wel voor ons idee is het nu heel goed om animaties erbij te hebben. Ja, kan je al iets over dat idee vertellen? Ja, wij maken een bank voor kinderen. Omdat je nu krijg je op je 14e je bankpas en je weet niet hoe het werkt, de bankwereld. Vaak kan je alleen pinnen en dan krijg je zakgeld van je ouders misschien erop. Maar wij willen het hele concept bank willen we uitleggen en bijvoorbeeld met de animatie duidelijk maken wat deposito sparen is. Dat je geld vastzet een bepaalde tijd dat je er niet aan kan komen, maar dat je dan wel een hogere rente krijgt. Dat willen we doen door een soort bank op klein niveau te maken. Dus we gebruiken niet de euro, maar de pixel. En de pixel is, we moeten nog bepalen, maar zeggen dat 1 euro 1000 pixel is. Zodat als je ook rente krijgt, die krijg je per dag bij deze bank, dat je ook zeg maar, 2 pixels krijgt. Ja. Ja, dat het niet, je krijgt vandaag een kwart cent en zoek het maar uit ermee. Het moet wel iets zijn. Ja, hey, in dit geval zijn er 6-7 bedrijven volgens mij die hun datasets al dan niet tijdelijk ter beschikking stellen met API's. Waar moet een bedrijf dat doen volgens jou? Waarom is het goed om te doen? Vooral omdat bedrijven vaak zelf hebben ze wel iemand voor innovatie in dienst. Maar ik denk dat de meeste innovatie gewoon van de ontwikkelaars vandaan komt. Ik heb ook bij eerdere hackathons gezien dat de concepten die eruit komen zo verrassend zijn dat bedrijf zelf had er nooit opgekomen. Ja. Dus is het daarmee voor die bedrijven een soort een goedkope vorm van research and development? Ja, dat wel. Alleen het gebeurt wel zoals dat ook hier in de terms geloof ik dat ze... met je in overleg moet gaan over. Dus het is niet zo dat ze het concept stelen dan daarna. Nee, maar het is niet zo. Jij voelt je voelt je niet gebruikt, zeg maar, door die bedrijven. Ja, het ligt eraan, maar hier niet. Bij deze niet. Nee. Voor mij is het concept zo dat de data blijft van het bedrijf en het idee blijft van de maker. Dat is gewoon de afspraak die hier gemaakt is. Maar snap jij het dat of als er bedrijven zijn die. Een beetje aarzelend zijn om zichzelf open te stellen? Ja, het is natuurlijk eng. Ik heb het ook wel eens met bepaalde apps die ik maak, of bepaalde opdrachtgevers, dat ze heel erg bang zijn dat hun data bij anderen komt. Terwijl er altijd wel een manier is om achter de data te komen door een app zelf te hacken of verkeer af te vangen. Ja. Maar het is ook, je moet het heel veilig opstellen en hele goede terms hebben om het... om het open te stellen. Ja. Hey, je zei goed, je gaat die bank voor kinderen zeg maar maken. Combineer jij? Heb je zoveel mogelijk API's gecombineerd? Of, ja, ik probeer wel zoveel mogelijk toe te voegen. En het worden er ook al. Het zijn er nu al 2 meer dan dat we in gedachten hadden. Maar we gebruiken nu bol.com, Albert Heijn, Philips Hue voor als je een bijschrijving hebt op je rekening dat je lamp gaat knipperen of dat je spaardoel bereikt hebt dat je lamp gaat knipperen. Ja. En USG, maar ook bedrijven van buitenaf zoals Jobhunter en Roamler. Dat voegen we toe aan de app, zodat je ook geld kan verdienen. Dat er staat,
ja, als je snel geld nodig hebt voor je spaardoel, is het natuurlijk wel leuk dat je weet hoe je het kan verdienen. Ja, en Roamly is inderdaad een dienst waar je kleine bedragen, zeg maar, voor kleine klusjes kan. Ja, ja, en daar kan je dus je account koppelen en dan zie je op de afstand waar je vandaan bent, waar je het snelst een opdracht kan doen. Ja, hey, en ik heb je van je werk gehaald. Gaan jullie morgen dit al in een soort, is het morgen een verteld concept of is het ook morgen een werkend concept? We proberen de hele tijd tijdens de ontwikkeling werkend te houden, dus nu kan je het ook al bezoeken. Alleen die URL ga ik nog niet delen, omdat het is nog niet af, of ja, het soort van af. Maar ja, het moet bruikbaar zijn. Ben je wel vandaag begonnen met bouwen of kom je stiekem al met een half product hier naartoe? Nee, dat mag niet. Nee. Dat staat in de voorwaarden ook of niet? Dat weet ik niet. Oké, maar mag van jezelf, Dat is ook niet leuk. Nee. Je moet het binnen een weekend neerzetten. En ik had ook een maand van tevoren al kunnen werken en het halve bank al kunnen afhebben. Maar dat is niet het geval. Nee. Dat is niet het geval. Hey, als jij naar dit evenement kijkt, je hebt een andere hackathons meegedaan. Hoe verhoudt zich deze wat anders? Dit is meer de grote bedrijven die het doen. Vaak is dat niet eigenlijk. Hè? Vaak is het een club mensen die zegt, hoe kunnen we de overheid opener krijgen? Of hoe kunnen we... Nou ja, ik heb meegedaan met Philips. Dat is dus echt één bedrijf dat de hackathon deed. En er waren ook niet zo heel veel deelnemers. 10 teams, geloof ik. En vorig jaar heb ik meegedaan met... de hackathon van de publieke omroep, zelfde organisatie als deze is dat volgens mij. En dat is ook wel tof. Dat was al een stuk drukker en ook heel groot. Ja, en zit daar een ontwikkeling in de wereld der hackathons? Hè? Festival is op zich een festival, maar daar heb je altijd wel trends bijvoorbeeld. Ja. Hè? Geldt dat hier ook voor? Veranderen ze? Nou ja, het verandert niet echt. Maar je merkt wel aan de organisatie dat het professioneler wordt, heb ik het idee. Ik heb nog nooit zo'n dikke draaiboek gezien bijna als van deze organisatie. Nee, het is ook heel goed geregeld allemaal. Ja, en allemaal over zijn portofoons en iedereen is bereikbaar op alle mogelijke manieren. Ja, we hadden ook allemaal eten meegenomen, maar dat hoeft ook allemaal niet blijkbaar. Nee, Albert Heijn regelt het eten, Schiphol regelt bedjes. En we krijgen waarschijnlijk de dekens van de KLM, neem ik aan. Blijf jij weg? Heb jij de hele nacht nodig? Want ik was recent bij zo'n dag en er zijn toch allemaal van die mensen die dan de hele nacht doorgaan. Ja, het liefst zou ik de hele nacht doorgaan, maar ik denk niet dat ik het trek. Ja, die zou je dat doen. Ja. Want je wil zo goed mogelijk hebben morgen. Ja, en het is ook gewoon leuk. Alleen als je de hele dag naar je beeldscherm zit te staren, dan breekt het wel op uiteindelijk. Ja, nou je hebt hier een mooie omgeving om naar andere dingen te staren. Maakt de omgeving uit? Vind je deze de plek waar het is? Ja, een heel mooi uitzicht. En vorig jaar was het in Beeld en Geluid in Hilversum. Was ook een hele coole locatie. Ja. Dus ja, het is wel een inspirerende plek. Ja, oké. Okay, nou, heel benieuwd. We houden je morgen in de gaten waar je met je team mee komt. Dankjewel. Dat is goed. Graag gedaan.